Ik weet ook niet wat er met dat Utrecht aan de hand is. Dus nu zal blijken of Utrecht een beetje, wat iedereen dan denkt, een grote club gaat worden. Ja. Dat ze mee gaan doen bij de eerste drie. Ja. Nou, Utrecht, die hebben de afgelopen 4-5 jaar altijd verloren in de Kuip. Die gingen daar naartoe, knikken in de knieën, weet ik veel, maag over dwars, flikken in de nek. Ja. En altijd, het zag er nooit uit. Nee. Je dacht altijd bij jezelf, wat komt het Utrecht hier nou doen? Ja. Dus nu zal blijken in de Kuip of ze er klaar voor zijn voor het grote werk. Ja. En of ze nou eindelijk eens een keer kunnen gaan winnen in de Kuip. Want ze hebben John van der Brom. Ja, maar goed, die heeft ook met AZ altijd verloren in de Kuip. Met andere woorden? Ja, nou ja, die weet ook niet precies hoe die jongens dan... Kijk, want die Kuip, dat schijnt toch iets te doen met voetballers, weet ik veel. Ja? Ja, die komen die tunnel uit. Die Kuip. Ja, helemaal in de war, weet je wel. Er zit gelukkig geen dak op. Ja, nee. En het is vol. Ja, het is allemaal vol. Het is uitverkocht, ja, namelijk. Ja. Dus dat wordt zeg maar één voor Feyenoord. Ja, normaal gesproken. Feyenoord wint dat soort wedstrijden altijd. En vraag me nooit, hoe komt dat nou? En waarom wint Feyenoord dan? Want soms kun je het niet eens aanwijzen. Nee. Maar het wordt meestal wel gewoon een hele droge, vervelende 1-0 of 2-1. Ja. En dan, ja, en dat is het dan.